In Kinrooi vond vandaag de 14e editie van het Kinjer OLS plaats. 30 scholen uit beide Limburgen zakten af naar Ophoven om zich aan een optocht en een schietwedstrijd te wagen. De schuttertjes oefenden maandenlang om de felbegeerde hoofdprijs, het Ummeke, mee naar huis te kunnen nemen. U kan het OLS zondag trouwens live bij ons op TV Limburg volgen vanaf 1:30. Een echte commandant zorgt ervoor dat zijn schutterij zijn bevelen opvolgt. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Commandant Kieran Fels uit As kan hierover meepraten. Soms kun je als je heel hard aan het roepen bent wel verslikken in je woorden. Maar voor de rest is het wel leuk. En luistert de groep goed naar jou? Soms. De jonge schuttertjes oefenden dan ook maandenlang om vandaag het beste van zichzelf te geven. Deze voormiddag liepen ze mee in een kleurrijke optocht door de straten van Ophoven. En in de namiddag werd er geschoten. Maar niet iedereen kon tijdens de schietwedstrijd meestrijden voor het Ummeke. We moesten dus allemaal een paar keer gaan schieten. En dan keken ze wie de beste score zeg maar, had. En die mocht dan gaan schieten. Maar jij kan dan heel hard gaan supporteren. Ja. Via het Kinjer OLS willen de schutterijen dit erfgoed doorgeven aan de volgende generaties. En de kinderen zelf nemen graag deel aan deze wedstrijd. Omdat je ook... je met andere scholen te maken krijgt en dat je tegen elkaar moet strijden om te winnen. Nu zondag strijden de volwassenen tegen elkaar om de winst van het Oud-Limburg Schuttersfeest 2018.